2016 begint in Baal en meer bepaald op de Palenberg, waar het gloednieuwe Sven Nys Cycling Center wordt gebouwd. Met de zevende manche van het seizoen in de B-Post Bank Trofee veldrijden. We gaan straks kijken naar de mannen hier in Baal, waar heel veel te gebeuren staat. De vrouwen zijn er ondertussen al aan bezig, maar mag ik u om te beginnen eerst en vooral een spetterend sportief jaar wensen bij Sporza, met heel veel hoogtepunten. Met voetbal zal dat zijn, het Europees kampioenschap zit eraan te komen, een fantastische ronde van Frankrijk hopelijk, en uiteraard de Olympische Spelen in het vervolg, in het verloop van dit seizoen, kunnen we zeggen. Het wordt een heel mooi sportjaar en dat begint hier op de Balenberg met de vrouwen die al aan het crossen zijn, achter mijn rug onder meer. Ze zijn al een tijdje bezig door het nieuwjaarsconcert, kan u niet de hele wedstrijd volgen, maar hier zijn de hoogtepunten van wat er tot nu toe gebeurd is en dan komen we erin in de volle finale met Michel Wuits en Paul Heijnijkers. Zo gaan ze van start. Het nieuwe jaar in met Sanne Kalanté in de trui van de Europese kampioenen, omdat dat moet. Ellen van Looy die denkt, ik heb een dag zoals die van Diegen en waarom zou ik dan niet meteen alle registers open trekken. Ze zet de rest op achterstand en Verschuren heeft andermaal de slag gemist en sukkelt ook wat onderweg. Kijk, van Looy galant de Palenberg afrijden. Ellen Wyman doet een poging om te volgen. Maar dan komt Kant uit haar pijp. Die schuift op van positie 3 naar 2 en lonkt in de verte. Daar rijdt Ellen van Looy. De voorsprong is nog altijd behoorlijk groot. Dit is een seconde of 8. Kant neemt haar tijd omdat de cross lang is. Een cross die wat van de wanorde getuigt. Daar loopt gewoon volk over het parcours. Dat zou niet mogen. Hier komt dan Van Looy en komt Kant wat dichter. Nou, een iets pietje. Ze blijft me dunkt hangen. We zijn dan een goede 2 ronden ver. Van Looy heeft ondertussen al de tussensprint gewonnen. Want dit is de B-Post Bank Trofee. Dit gaat om de tijd. Dan kun je boni oprapen onderweg. En dan komt Kant dicht en dicht en dicht en al maar dichter. Ze zet dan Ellen Van Looy onder druk. Het is nog een kwestie van een seconde of 3-4. Een kwestie van een half rondje. En ze heeft ze te pakken in de op 1 na laatste ronde. En dan is het zover. En dan zouden we in principe een duel moeten krijgen. Het is natuurlijk wel zo dat het voor Kant niet echt moet. Daarnaast de belager Verschuren ligt ver achterop. Okay. Dus ze heeft nog meer ruimte genomen in het klassement. Dit is Wyman die in tijd verachtert. Dan zien we Avlikova komen met haar de boer. Dat is al op ruim een minuut. En dat is dan even voorbij half cross. Daar zien we Van Looy en Kant de bocht ingaan. Ik neem aan dat we zo meteen live zullen gaan en dat we dus een tweestrijd krijgen. En dan ga ik het woord eens even aan Paul geven, van hoe draait dit uit? Want Paul die dacht in de beginfase, Van Looy rijdt weg en we zien of de rest ziet Van Looy niet meer terug. Ja, daar leek het op. Hè. Dus, en dat is al een heel tijdje aan de gang. Uiteindelijk is het erbij gekomen. En dat zien we dan hier met rechtstreekse beelden. Dus ze gaan zo dadelijk die laatste ronde ingaan. Sanne Kant nog altijd niet op haar positieve. Maar dat zal dan straks wel gaan gebeuren, zeker. Hè. Dus, want nu gaat het erom spannen. Ja, we gaan die laatste ronde in. En het heeft vannacht flink geregend, ook in deze regio. En daardoor ligt het parcours er zoals dat gebruikelijk is. Zwaar bij. Het is een trage cross. Een cross zoals Nys graag lust. Een cross zoals ook Kant die graag lust. En ook Van Looy. Want ik merk dat Van Looy op haar 35e technisch nog altijd vooruitgang boekt. Ja, dat is... Duurt beter. Ja, ze is echt wel in orde. Ze zit in de vorm van haar leven. En dat bewijst ze dus ook met klinkende overwinningen. En nu resoluut naar de leiding vandaag. Ze is nog niet, eigenlijk bij wijze van spreken, van kop geweest. En ja, dat is voortreffelijk. Al hetgene dat ze eigenlijk uitspookt nu. Wyman was zo wat onze geheimfavoriete, omdat zij een steady race kan neerzetten. Opletten, want de Kant heeft daar nu de kop genomen. Is dit de inleiding van een Kant-offensief? Hier krijgen we de passage van de boer en Avlikova. Dat is op, even kijken, een seconde of 55. Wyman is voorbijgekomen op 41 seconden. Dus dicht bij die minuut waar ik al over sprak. Kant
neemt wat voorsprong, gaat wat galanter die bochten in en uit. Komt hier nu in de blubberzone. Maar nogmaals, Van Looy heeft er al een paar keer laten zien dat ze daar uitstekend stuurt. Hier komt Verschuren voorbij. Dat is op 1.19. Dus in het klassement ziet het er voor Kant nu wel zeer riant uit. Zonder tegenslag moet ze deze trofee kunnen winnen. Met straks nog één manche voor de boeg in Sint-Niklaas. Ik vertel er nog bij dat Harris ziek is. Dat moet een treurige verjaardag geweest zijn. Gisteren zeker, of eergisteren. Ze moest ook al passen in Loenhout en nu alweer. En dat is een dikke streep door haar rekening, omdat zij toch in de top 3 post gevat had tot voor Loenhout. Dus we wensen haar van hieruit een goed herstel. Even de tijd nemen voor dat herstel, want het is gevaarlijk in deze periode te forceren. Oei. En dit is fataal voor Van Looy. Ja, dat is een zeer gevaarlijk stukje. Zeker de eerste 10, 15 meter. Daarna dalende lijn, dan lukt het wel. Maar zoals je ziet, Ellen Van Looy tegen de grond. Dit is fataal, omdat Kant zo goed stuurt en zo al een technisch meesterschap heeft. Vertraagde weergave. Pats. Ja, eigenlijk een klein beetje haar eigen foutje door de ellebogen gegaan. En dan heb je toch wel een vorm van kracht nodig. En dat liep even fout. Dan is de balans weg. Dan ligt Kant plots een halve straat voor. Mm-hmm. Net op het stuk waar dat Ellen Van Looy zo krachtig en zo tekeer ging. Dat had het stukje... Ja, eigenlijk moeten worden waar ze kon terugkeren op Kant. Niet waar dan. Niet waar dus. Er zijn een paar passages op deze Balenberg die een lijf volledig uit de haak trekken. Jawel, absoluut. Het is bijna onbegrijpelijk als je ziet hoe dat Loenhout erbij lag, hoe dat Preende erbij lag. Dan is dit is naturel. Dit is eigen aan de regio, aan de ondergrond, die dat toch blijkbaar niet veel nodig heeft om toch echt de cross te presenteren. Brabantse leem, hè. We hebben tussen de crossen door ook al toestanden gezien van mensen die niet eens dronken waren, maar met hun laarzen meer dan enkel diep vast zaten. Ja. En hulp nodig hadden van vrienden om er weer uit te geraken. En dat lukte niet. Nee. Daar was echt wel werk aan. Kant die het hier op dit parcours uiteraard anders moet spelen dan in Loenhout. In Loenhout was het gewoon tactisch vernuft en rekenen op een eindsprint. Daar leent dit parcours zich niet toe. Hè. Hier wacht je niet als je goed bent. Nee, ze heeft dus een ronde of drie als een schutter op de loer gelegen. Uiteindelijk teruggekomen en dan kwam dat kleine incidentje dat we live hebben meegemaakt met Ellen Van Looy tegen de grond. Eigenlijk heel goed ingedeeld, hè? Want ondanks dat het zwaar lastig is, is dit ook nog op een relatief zuinige manier eigenlijk binnenbollen of dit afhandelen. Ja. Het doet me een beetje denken aan het verloop van het Belgisch kampioenschap vorig jaar in Erpenmeren, waar Van Looy ook sterk opende en zowat een halve cross de indruk gaf van oh, ik word misschien wel kampioen. Hè? Mm-hmm. Maar toen kwam Kant en dan rolde die er toch makkelijk overheen. Dat hebben we hier nu ook wel gezien. Ja. Moet Van Looy een andere aanpak kiezen voor dat BK en voor het wiel van Kant opteren? Of is dat onbegonnen werk in het zand? Ja, dat is eigenlijk onbegonnen werk. Hè. Kant is zo flitsend, die is zo vinnig en dartel op een bepaald moment. Ik denk dat ze de strategie eigenlijk niet hoeft om te keren. En zoals ze nu is, is het wel een dankbare meid natuurlijk om naar te kijken. En altijd koersen, altijd in de aanval. Ja, zalig. Hier en daar is door de bouw van het Svennys Cycling Center het parcours wat aangepast. Je zult daar niet zo heel veel van merken. Tenzij die afdaling die in die flitsende tweestrijden tussen Stibar en Nijs en Boom er ook nog bij vaak voor het ultieme verschil zorgde, die is breder nu. Ja, nu hebben ze een heel... Eigenlijk zitten ze nu in de afdaling op het echte motocrossparcours. Hebben ze nooit gebruikt, maar nu, wegens de omstandigheden, wegens die bouwwerken, daarvoor gekozen. Die ligt er stralend bij, die brede afdaling.
En er gebeurt weinig, maar het is wel op een bepaald moment zeer mooi om naar te kijken natuurlijk. We hebben uitgebreid de startfase kunnen bestuderen en dan zie je Verschuren wel degelijk op die eerste rij staan. En dan binnen de kortste keren verzeilt ze naar de tweede lijn, de derde, de vierde. En daar heeft ze geen verhaal tegen. Ja, dat is echt, ja. Je zou ze eigenlijk al bijna in haar kont moeten knijpen om te zeggen, het gaat nu de moment zijn om te starten, want ze is niet klaar. Ze schrikt daarvan en ze laat zich overvleugelen. Wisselen. Vandaag wel degelijk werk voor de mensen in de post. Dat is in Boenhout veel minder het geval. Chic moment, hè. Dus ze gaan allemaal straks ook helemaal net voor die trap staan. Dat gaat toch weer voor ellende en andere zaken zorgen. Stress tot en met voor de mechaniciens. Laten we vooral hopen dat ze van elkaar al blijven. Dat was in Brede jammer genoeg niet het geval. De nervositeit neemt wel toe. Komen we dichter bij de kampioenschappen. En dan stijgt de frustratie. Knap stukje van Kantaar op dat dode moment toch weer herpakken en dan weer druk zetten. Klimmen naar het hoogste gedeelte van het hele traject. Wyman die een leuke tussenperiode had, met, vooral in Hamme. Prachtige cross gereden. Twee fraaie overwinningen dichtbijeen, maar nu toch weer wat weggezakt. Volgende week nationale kampioenschappen, dat wil zeggen dus ook Britse kampioenschappen, dat wordt daar in principe een strijd Wyman-Harris. Een trui die gezien de kleur makkelijk herkenbaar is, maar die zal hem maar moeten wassen. Zoals bij deze omstandigheden straks ook weer het geval zal zijn. Absoluut. Ook dit is Ellen van Looy op dat nieuwe stuk, dat heel brede stuk. Dat was dus een motorkunststuk. Jawel. Ja, dat hebben ze eigenlijk nooit getrotseerd, dit stukje. Met de Pinkster werd weer een motorkunst. Zij spannen, hè? Alles zal hier wel gereden hebben op een bepaald moment, maar zeker de zijspannen was een nummer dat gesmaakt werd. Het is een cross die uiteraard graag gewonnen wordt. Het is een televisiecross. Bovendien zit ze ook in een regelmatigheidscriterium. Maar het is vooral ook op het mentale front een interessante cross. Omdat je voor jezelf duidelijk maakt van ik sta er. Ik ben favoriete voor het kampioenschap. Dat speelt mee natuurlijk. Hè, als je dat kunt demonstreren op een manier waar dat je er eigenlijk niet te veel bij inschiet. Dan is dat altijd wel lekker meegenomen. Voilà. De job zit er helemaal op. Na dik drie kwartier komt ze aan het eind van de vijfde ronde en wint ze andermaal. Sonnekant regeert in deze Bipost banktrofee voor vrouwen. Na Essen, Antwerpen en Loenhout schrijft ze hier ook Baal op haar naam. Dat is vier op een rij. Met dank ook aan deze Ellen van Looy die resoluut de debatten geopend heeft zonder angst. En hier tweede wordt op een 16 à 17 seconden. Wat een goede prestatie is, zeker weten. Kandidaat voor een podiumplaats met absolute zekerheid op het Belgisch kampioenschap. Vraag is waar. Dan krijgen we Wyman. Die een steady race gereden heeft, maar niet de snelheid haalde van de betere twee. Van de Vlaamse meisjes op nieuwjaarsdag. Zij komt hier binnen op 5,46 seconden. U kent het wel, er komt er altijd wel eentje bij per seconde als de verschillen geafficheerd worden. Dan komt de boer, heeft Vlikova nog achtergelaten in de slotfase. Dan gaan we al over de minuut. Ja, nipt erover. Hier de Tsjechische op 1,6 zowat. En dan is de Verschuur nog aan de laatste partijen in het veld bezig. Om hier in Baal haar race af te maken. De rest dus van deze Bipost banktrofee, dat is voor na de kampioenschappen. En ook na de wereldkampioenschappen. Begin februari, het openingsweekend, dan trekken we naar Sint-Niklaas. Is dat een vlak parcours? Behoorlijk vlak. Kun je vergelijken met Lille. Kopietje zelfs. Ook een grote plas. Fraaie cross. Zand. De tijd.
voor Verschuren, voor Jorien Verschuren, 1.40. Dat betekent dat haar achterstand in het klassement ook met het systeem van de bonies meer dan verdubbeld wordt. En dat ze nu op ruim 3.30, 3.40 zal komen te staan. En dan moet ze toch uitkijken in die laatste cross waar Wyman uitkomt, want die gaat haar belagen. Hier komt Lou Sells binnen, maar ik denk dat we nu al klaarstaan. Renate heeft Sanne Kant te pakken. Sanne Kant, proficiat. Een beklijvend duel met Ellen van Looy om het jaar mee te beginnen. Wat een modderstrijd eigenlijk. Ja, het ligt echt enorm lastig. Het is zo net niet lopen. Voor ons dan is misschien voor de mannen net iets makkelijker, maar dat maakt het heel, heel zwaar. Zeg eens waar je het nu gewonnen hebt, want het was natuurlijk, er was die val van Ellen van Looy, of was dat het enige element? Goh, ik had net de strook van de balken was ik op kop gegaan en was ik, ik wou één ronde echt heel rap rijden, maar blijkbaar viel Ellen. Ik weet niet waarom of wat een fout was, maar ik denk dat ik al een paar meter had. Ik weet het eigenlijk niet, ik heb ook geen achteruitkijkspiegel, dus ik heb gewoon vol gereden en ik zag dat ik een gatje had. Je begint het jaar natuurlijk met de kampioenschappen in het achterhoofd. Je hebt al die Europese kampioenentrui. Er is het Belgisch kampioenschap, er is het WK dat er zit aan te komen. Schat je eigen conditie eens in op dit moment? Goh, ik denk dat ik nog wel een beetje groeimogelijkheden heb. Dus het is redelijk lastig geweest al deze week met een paar crossen. Dus nu nog een paar dagen goed trainen en dan stilaan naar de WK toe werken. Dankjewel. Sanne Kant, en even doorflitsen naar de nummer 2 van de dag. De pechvogel, kunnen we zeggen. Ellen van Looy. Ja, een modderbad om het jaar mee te beginnen. Ik denk niet dat dat gepland was. Nee, ze zeiden me gisteren nog, of gisteravond nog, dat het hier een droog parcours ging zijn. Maar ik vind het wel leuk. Dit is echt de cross. Voor mij is het altijd beter om toch nog op de fiets te kunnen blijven. De loopstroken. Ik moest ook lopen, maar ik probeer zo lang mogelijk te fietsen. En sommige stroken zag ik dat Sanne koos om te lopen. En ik bleef op de fiets. Ja, wie dat er aan het snelste gaat, dat is misschien niet echt met het oog zichtbaar. Maar voor mij is het beter om op de fiets te blijven. Je duik in de modder. Was die val te vermijden? Het was eigenlijk, ja, wellicht wel, maar de ene spoor lag wat dieper dan het andere. En misschien toch een beetje te snel willen volgen op Sanne, want ze ging, vanaf de balken ging ze echt wel snel door. Ik kon dan weer even wat dichter komen en dan nam ze weer wat afstand. En, ik zag dat ik in de modder ging ik altijd wel sneller. Dan nam ik misschien wat meer risico, maar dan net dat kort knikje bergaf, ja, dan liep het mis. Proficiat met een mooie tweede plaats. Was een beklijvend duel. Ja, dank u wel. Tot daar de vrouwen, Michel. Bedankt, Renaat. Nog binnenlopende vrouwen. We zien Pauline Delay, een Française die over de streep komt. Ze komt als 12e binnen naar Bianca van den Hoek. Maar kijk eens, wat een verschillen, hè. Dat is bijna een volle ronde dat ze aangesmeerd krijgen. Nou, ik overdrijf een beetje, want ze hebben er een goede 8 minuten over gedaan, zeker over een ronde. Ja, maar ondertussen is de klok toch al meer dan 5 minuten aan het tikken. Maar het klopt, zoals je zei, meer dan 8 minuten voor een volle ronde. Wat verwacht je, terwijl de Balenberg stilaan volloopt, wat verwacht je bij de elites? Krijgen we een one-man-show van Aert of komt er toch strijd? Ongetwijfeld bij zijn afscheid zal Nijs geprikkeld zijn. Ja, zeer gemotiveerd. Het is wel een zeer sterke, zware editie. Heel veel volk op de been. Nijs gaat zich niet zomaar laten afslachten. Dit is dat Sven Nijs Cycling Center, dames en heren. Ja. Kostprijs 1,2 miljoen euro. Een toeristisch belevingscentrum wordt het met een interactief museum. Zien sporten, doen sporten, dat is de leuze. Een project van de NV Balenberg in samenwerking onder meer met de provincie Vlaams-Brabant. Daar is de projectleidster Sophie Bommans. Wordt mooi. Een beetje het crossmuseum voor Vlaanderen, zoals dat voor de Ronde van Vlaanderen in Andenaar. Kant van Looy op 18 seconden, Wyman derde, De Boer vierde, boven de minuut, dan Navdikova vijfde, Verschuren zesde, Sels zevende, op 8 Elle Anderson uit Verenigde Staten, 9 Maud Kapteins en op 10 Mikael Dick, op 3 26. Wat een verschil tussen de eerste en pakweg zesde, zevende, achtste, negende en tiende.
De Europese kampioenen haalt hem binnen. Wat nu rest is truien verzamelen. Nog meer van deze schoonheden. De nationale trui en de wereldtrui. Dat moet haar doel zijn. Belangrijk materiaal. Laten we stellen dat de eerste grote... Dat het eerste grote criterium dat ook binnen is. Zonder tegenslag, zonder ziekte. Men schat het aantal aanwezigen nu al op 12.500, dames en heren. Ja, blijkbaar zijn de tickets zo goed als uitverkocht. Daar vinden ze natuurlijk wel een, kunnen ze wel een mouw aanpassen. Dit is een samenvatting van de beloftecross, dames en heren. Eens uitkijken naar de man in het rood. Dat is Hoijbergs, dat is de leider. Maar die wordt belaagd door de jongen in het blauw, die hier een Britse start neemt. Dit is Quinten Hermans. Hij vindt op de Balenberg een terrein naar zijn gading. En gaat dat onmiddellijk demonstreren. En heeft in de achtergrond ook nog hulp van zijn ploegmaat. Dat is Soete, die het tempo er helemaal uithaalt. En dat komt deze Quinten Hermans goed uit. Het is ook Soete die wat wegrijdt van de rest. Daar heb je Van Tichelt. Het is wat aanpassen. Vroeger rijdt hij in het rood. Nu rijdt hij in Marlux blauw. En dan komt daar de passage over de boomstammen met Hermans. En dan zie je Soete uit de achtergrond ook nog leuke dingen doen. Hij durft het zelfs aan te jumpen. Dat is knap. Dan komt Van Tichelt ginds in de achtergrond. Quinten Hermans neemt hier de bonies mee. En op dat ogenblik voel je al dat Hoijbergs, die nogthans een pracht van een race reed in Loenhout, dat hij hier wat tekort komt. Hij komt niet in het stuk voor, daar in de beginfase. Volgt nog wat verderop in een achtergebleven groepje. En daar al wordt duidelijk dat Hermans gaat overnemen. Hier heb je Daan Hoijbergs met de kleppen er ook bij, met Van Tichelt, die wat verachtert. Dat overkomt hem vaker. Je ziet dat Hoijbergs daar volkomen in de tang zit van Teel. Net de Fidea die hem als een het ware omringen, een soort van cordon eromheen bouwen. En daar kan hij natuurlijk geen richting uit. Hij zal ook nog achtergelaten worden door onder meer Thijs Aerts, die daar in de achtergrond naast hem rijdt. Thijs Aerts, de wereldkampioen bij de junioren. Het is Kleppe. Kleppe die ook naar voren stormt. Dat is allemaal een eind achter Quinten Hermans, die weliswaar niet eindeloos ver wegrijdt. Die blijft eigenlijk altijd binnen schot. Hier zie je heel bravoure bij de nog altijd maar 18-jarige Thijs Aerts, de wereldkampioen bij de junioren. Dat is knap gedaan en dat brengt hem bijna in het spoor van Quinten Hermans. We zijn daar al ruim in deel 2 van de cross. Hij ziet hem in de verte rijden. Het is wel zijn kopman. De leider in het klassement, weet hij wel. En wat levert dit nu op? Gaat hij hem bijbenen? Ja, met zekerheid. Maar gaat hij hem ook achterlaten? Dat is nu de hamvraag. Dat moet dan duidelijk worden uit de volgende beelden. Daar komt hij er meteen naast. Je ziet dat hij overschot heeft. Maar hij kijkt dan naar Quinten Hermans en neemt hij op sleeptouw. Kun je dat wel op de modder? Dat is moeilijk wachten. Maar hier op dat stukje asfalt is dat duidelijk. Hij wacht op zijn kopman, reikt hem de hand en de kopman, Quinten Hermans, aanvaardt hij met dank. De laatste keer die zware strook dan de berg af. En dan, dan mag Hermans ook nog winnen, omdat de bonies aan de streep, die 15 seconden ook van tel zijn natuurlijk. Een triomf voor Telnet Fidea. 1 Hermans, 2 Thijs Aerts. En 3 Nicolas Kleppe. Daar staan ze met z'n drieën. En de man in het midden, Hermans, is de nieuwe leider in de Bipost Bank Trofee. Een hond met de naam Nijs. Ja, goed gezien. Heb jij ooit Fons de Kapper gekend? Nee. Die sprak in rijmen. En die altijd een gestileerde fiets bij zich had met daarop allerlei gedierte. Mm-hmm. En die had een hond met de naam Liboton. Amai. Ja, heerlijke vent. Zal wel. Fons Straatmans. Ja. Uit het Pajottenland, als ik het goed heb. Chic. Is nog altijd razend populair. Daar dacht ik spontaan aan. Omdat deze cross eigenlijk de voortzetting is van de cross die vroeger in Rillaar gereden. De tienbunder. Ja. Ter ere van Roland. Evenveel ellende. Liboton. Lastig, zwaar. Heb je daar afgezien? Oh, hou je niet voor mogelijk. Was dat vergelijkbaar qua moeilijkheidsgraad? Ja, ik denk het wel. Op een bepaald moment, vlak na die start, kwam er dan een helling. Heel lang omhoog lopen. En Liboton was daar heer en meester. En dan keek jij, als je aan de voet van die lange helling kwam,
En dan zag je in de verte. Ik zal het nog straffer zeggen. Eén keer heeft hij omgekeken, gestopt. En boven heeft hij dat armgebaar van de... Waar blijven jullie, waar jongens? Blijven jullie? En daar zaten daar ook kleppers zoals Zwijfel en al hetgene dat er vlak achter kwam. En de Brouwer, die hebben dat allemaal live meegemaakt. Ja. Het zal je maar overkomen, je meester winnen. Maar dat was in die jaren zo. Zoals Nijs hier ook 12 keer heer en meester geweest is. Het podium, Wyman op 3, Ellen van Looy op 2 en op 1. Sanne Kant. Podiumbeeld dat wint, hè. Het is al zo vaak zo geweest. Ja, ja, het is ook kwaliteit natuurlijk dat er nu op staat. En dat is niet anders dan hetgene dat we al vaak gekend hebben. Van zodra de crossen wat op een vlakker parcours plaatsvinden, dat kun je hier natuurlijk wel niet zeggen, dan is het zo dat Kant domineert. Dat deed ze nog niet in de Ronse en de Koppenberg, maar vanaf Essen is het allemaal voor haar geweest. Ik denk dat we nu klaar zijn voor Renaat.